Khalid Berdouni, voorzitter van Shabab. Gisteren het nieuws naar buiten gekomen dat jullie het complex van DWS verlaten en bij Blauw-Wit gaan voetballen. Kan je daar wat meer over vertellen? Dat klopt, wij gaan inderdaad bij Blauw-Wit voetballen. Dat doen we al vanaf ingaande per aanstaande zondag. De thuiswedstrijd tegen VVSB. Je wilt natuurlijk weten waarom. We hebben afgelopen zomer met DWS afgesproken dat, ondanks het feit dat de fusie toen niet lukte, de ANV van DWS was toen tegen, dat wij er misschien verstandig aan deden om eerst even aan elkaar te wennen. Het idee was toen geboren om bij DWS te gaan voetballen. We hebben dat nu geëvalueerd, hoe dat half jaar is gegaan. En ik moet tot mijn spijt zeggen dat dat geen succes is geweest. Er zijn afspraken gemaakt, maar die zijn ook weer gebroken. Nou, ik weet niet of je kan zeggen dat afspraken bewust zijn gebroken. Ik kan alleen zeggen dat het niet het resultaat heeft gebracht wat wij ervan verwachten. Dat kan zijn onmacht, onkunde. Het heeft niet het resultaat gebracht wat ik in ieder geval hoopte. Maar belangrijker is, mijn technische staf en ook de voetballers zeggen dat ze zich bij tijd en wijle enorm stoorden aan gedoe bij DWS. Op het laatste moment werden nog allemaal reparatiewerkzaamheden verricht in de kleedkamers. Soms waren die niet altijd even schoon. Nou ja, kleine dingen. Maar ook belangrijke zaken zoals de conditie van het veld. En daar moet je het uiteindelijk op doen. Ik heb altijd het idee gehad dat het niet slechter kon dan ons oude veld in Diekerhaven. Na een half jaar Spieringhorn kom ik van de kamerkermis thuis. Dat veld dat is echt te beroerd om op te voetballen. En financiële afspraken? Nou, financiële afspraken zijn natuurlijk ook gemaakt. We hebben toen gezegd tegen DWS, we gaan uiteindelijk toch met elkaar fuseren. Linksom of rechtsom, elke euro die we samen kunnen verdienen door toestroom, door publiek, dat is voor ons beiden. DWS dacht er toen anders over, die waren toch wat voorzichtiger. Men eiste bij ons de volledige kantineomzet. Nou, dat hebben we ze uiteindelijk ook gegund. Vanuit mijn optiek, vanuit Shabab, was het toch wel met de insteek van aan het einde van het jaar zitten we toch weer om tafel, hebben we het over fusie, zullen we er opnieuw een klap op willen geven. En als het dan lukt om te fuseren, dan hoef ik me niet druk te maken dat ik een half jaar lang mijn fusiepartner heb geholpen financieel. Diezelfde afspraken gaan nu gewoon over naar Blauw-Wit. Blauw-Wit vraagt natuurlijk ook gewoon een huur, vraagt een vergoeding voor de kantine. Wij doen de toegangsgelden en onze beroemde barbecue inmiddels. Dat zullen we tot het einde van het seizoen zullen we dat aankijken. Om maar gelijk je vervolgvraag te beantwoorden, hoe staat het dan met de fusie? Die fusie is voor mij nog steeds niet van de baan. Sterker nog, ik geloof nog steeds in de multiplier effect, zoals het heet. De win-win situatie van een samenvoeging van Shabab en DWS. Alleen daar moet nog erg veel voor worden geregeld bij DWS met name. Wat moet er zoal geregeld worden? Nou, we hebben natuurlijk een fusiecommissie aangesteld, bestaande uit mensen van DWS en Shabab. Daar zaten de twee voorzitters niet in. Dat is om die lui ook gewoon de ruimte te geven opnieuw te kunnen onderhandelen. Die fusiecommissie is onder het leiderschap van een advocaat en bedrijfskundige. Nou, die is met heel veel energie is erin gedoken. Die heeft ergens in januari, begin januari gezegd, het spijt me, de termijnen worden niet meer behaald. Al is het alleen maar omdat de gemeente of het stadsdeel waar wij dan voor een belangrijk deel van afhankelijk zijn qua financiering. Je weet dat Shabab en DWS in dat geval een bedrag zouden meekrijgen voor de nieuwe vereniging van €250.000. Dat die deadline waarschijnlijk niet gehaald zou worden, omdat het stadsdeel binnenkort ophoudt te bestaan. Nou, daar is heel veel gedoe over. Daarnaast hebben wij bij Shabab natuurlijk ook geroepen. We willen niet ergens einde van dit seizoen vernemen van de ledenvergadering van DWS of het wel of niet lukt. Want dan heb ik geen ruimte meer om een alternatieve locatie te vinden. En dat is een vereiste die de KNVB mij stelt. En nu zijn die onderhandelingen over die fusie even tijdelijk stilgelegd. Is er al enig idee wanneer jullie weer gaan praten over een eventuele fusie? Nou, er is nu bij DWS het een en ander aan het verschuiven. Dat hoor ik dan in de wandelgangen, want ik heb persoonlijk nu al bijna geen maand meer contact met het bestuur. Of met de commissie, of althans de commissieleden van DWS.
Ik heb begrepen dat er een kandidaatbestuur is opgestaan bij DWS, die toch orde op zaken willen stellen. Dat gebeurt met grote voortvarendheid, als ik dat zo mag zien. En ik hoop dat dat nog op tijd zal zijn om in ieder geval voor het stadsdeel te kunnen aangeven dat we ons zullen houden aan de draaiboeken en de schema's die het stadsdeel erop nahoudt. Nogmaals, ik sta er nog steeds achter, want de voorwaarden om te fuseren die zijn voor ons beide haalbaar. En het alternatief is er eigenlijk niet, want zowel Shabab als DWS zijn op dit moment simpelweg niet sterk genoeg om zelfstandig voor te bestaan. Wij hebben geen fatsoenlijke accommodatie, althans accommodatie waar de KNVB genoegen mee neemt. Dat heeft een geschiedenis. Wij moeten weg uit het sportpark waar we al, een jaar of vijf gevangen zitten. Dat sportpark wordt niet meer onderhouden. DWS heeft enorme schulden. Dat loopt richting de 80.000 euro. En het is maar de vraag of men dat kan inlopen zonder de contributie enorm te verhogen. Dat zou jammer zijn, want dan jaag je denk ik een flink deel van dat waardevolle jeugd jaag je weg. Gaat het zelfs zover dat als er geen fusie komt, dat misschien wel DWS en misschien wel Shabab volgend jaar niet meer in actie kunnen komen? Nou ja, dat is een beetje een als-dan vraag. Normaliter zou ik daar nooit op ingaan, maar ja, nu wordt het toch angstig concreet. Ik heb de waarnemend voorzitter van DWS, die functie nu al 2 jaar bekleedt, afgelopen woensdag in de stadsdeelraad horen zeggen dat als hij geen financiële ruimte zou krijgen van het stadsdeel om de schuld over een langere periode terug te betalen, dat zijn club in juni failliet gaat. Nou, ik hoop het niet voor DWS, maar dat neem ik dan maar aan van de leider. Bij Shabab is het anders. We hebben natuurlijk ook al financiële zorgen, want we lopen al jaren in te teren op ons eigen vermogen. Maar het is niet zo dat ik het om financiële redenen niet haal. Ik maak mij druk over de locatie waar ik mag gaan spelen van de KNVB en kan gaan spelen. In de wetenschap dat Riekerhaven voor hoofdklasse en topklasse ongeschikt is verklaard. Dus al zou Shabab degraderen, wat ik natuurlijk niet hoop, dan nog kunnen we niet terecht in het sportpark wat we op dit moment huren van het stadsdeel. Misschien neem ik door de samenwerking met Blauw-Wit daar nu al een optie op. Is er een mogelijkheid dat jullie kunnen fuseren met Blauw-Wit? Nou, je moet nooit, je moet niks uitsluiten, want dat kan zomaar gebeuren. Maar op dit moment is het niet zo dat wij met Blauw-Wit concreet praten over een fusie. Nee, ik heb Blauw-Wit gevonden als een partij die mij helpt in nood. En de nood is nu hoog. Men heeft daar een uitstekend complex. Het wordt goed onderhouden. Er zijn veel vrijwilligers. Er ligt kunstgras. Dat is voor ons ook erg belangrijk. Shabab heeft veel technische voetballers. Wij kunnen die punten natuurlijk goed gebruiken in de strijd om degradatie. Het is nog te vroeg om te zeggen, gaan jullie fuseren met Blauw-Wit, ja of nee? Dat zal de tijd een keer uitwijzen.